zelf niet te doen. Verschillende facts over de vergadering waarop wordt dat gedaan. De Tweede Kamer laat toch een onderzoek instellen naar 36 dingen. Thank you.
Hij bepaalt vanmorgen echt mee. Elke keer die stroom in één keer. Gaat ook niet eruit. Auto van jou, je snapt er niks van, hè? Zet je deze op? Voldoen en moet dus een hekje voor en naast aan de linkerkant van de bestuurder zitten en moet een hele goede degelijke rolbril afgevlacht en wat ja, maar kijk, goed. U ziet Dirk met de rollover. Die gaat voor het eerst crossen en het is ook een hele mooie klasse. Keurig netjes op. En deze mannen heb ik ook in de schuur zien rijden met deze wagen. En toen was het zijn maatje die zo goed ging. Hier zien we wat rammelends achterop. Kijk, gelijk zien jullie daar de buitencommissaris naartoe gaan om de mensen naar buiten toe te jagen. Daar doe je weinig aan, het is natuurlijk glad. En dan lig je zo mooi met je CA'tje voorop. En dan één klein tikje achterop. En het is natuurlijk glad op zo'n baan. Hé, hey, kijk nog eens aan jongens met nummer 78. Dit is de unieke wagen. Een unieke wagen, zo snel. En kijk eens, hij rijdt voor op het hele veld. Ja, hij rijdt nog een ronde achter. Maar gelijk daarachter zien we de golf met nummer 5 die in deze klasse aanvoert. Terwijl het alweer wisselt, want we zien daar met nummer 420 wel een beetje. Zullen we dan nu het tijdperk van de Seat's komen? Wie zal het zeggen? Maar u ziet het, het is mooi close racen. We heerlijk van genieten. Hij kan eens rustig rijden. En ik kan zeggen, ik heb om te ontwijken, maar ook hij probeert het. Als ik het goed bekijk, is hij ook nog aan de kook, want ik zie van allerhand roestwater achteruit lopen. De man met nummer 78 komt ook onder zijn helm nog zitten. Ik geloof dat het vermogen al wat meer komt. Wie zal het nog zeggen? En ik denk dat hij nu helemaal met Herweijer waarschijnlijk de wagen overgehaald heeft. Doet hij dit niet? Roze Renaultje. En dat is niet zo'n klein Renaultje, want het is een Alpientje.
er staat ook, als ik het goed heb gezien, een BX tussen. Heel raar. Een paar weken geleden hebben we ook al een BX gezien, een 1600. Ik weet niet wat dit is. Ik weet dat je er bent, Gijs. En we zien, het is nog steeds spektakel in Binnenhuis, hè. En we lopen nog steeds. En daar zijn we weer weg. En u ziet het. Het wordt afgevlacht en er afgevlacht. We hebben heel snel alle auto's die hier staan, daar een sleutel geven. En het is een kool van geworden. En als ik het heel goed hoor, is het zelfs een Volvo met oude maat. Dus een hoop is de plaat er helemaal aan de buitenkant. En nu is het wel heel snel weg. En nu ziet hij de doorvoer. Hij springt. En als hij dat vermogen maar op die baan kan krijgen, dan lukt het best om er vandoor te gaan. Timo van der Kroon uit Nijkerk. En dit is geen standaard Renaultje, dat heb ik al lang gezien. Dat kan nog heel spannend worden. Als die baan nog wat droger wordt vanmiddag, dan komt Timo met dit Renaultje nog wel eens aardig ver komen. Want kijk eens, het fluistert er gewoon overheen. Maar houd je ook die mannen voorop in de gaten. Want die Seat loopt niet helemaal goed. Die Seat loopt niet goed. Twee weken geleden werd hij met deze wagen kampioen van Lunteren. Een prachtig mooie cross georganiseerd door het comité Midden-Nederland. Een autocrossvereniging die ook in Nijkerk, maar ook in meer Hoogland crossjes organiseert. Maar hij loopt niet helemaal zoals hij twee weken geleden liep. En kijk eens naar het Renaultje, hij komt al dichterbij. En als u dan ook voor de jurywagen kijkt, dan ziet u daar zo'n heel mooi meneertje staan in een blauwe overal. Met een prachtig mooi bordje. En die laat precies aan de heren coureurs zien hoe het erbij staat. En daar zien we de man met nummer 1, Johan van Os uit Lelystad. De Honda, hij staat stil. Maar met de coureur is alles goed, dat kunnen we ook al lang zien. En hij is er keurig netjes uit. Kijk, lekker allemaal te zien. Oh, ja. Iemand van de officials naartoe moet wandelen straks. Hij staat rechts achter het huis. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Kom op, man! En dat is Koos uit Bunschoten met zijn Seat en houdt hij hem heel. Hij loopt dan in ieder geval een stuk beter dan dat hij gedaan heeft. En dan daarachter met nummer 4 op de tweede plaats. Met zijn Seat, ik zei het al, let op die Seats, want dat zijn toch de wagens die het een beetje gaan doen vandaag de dag, hoor. En al wat stuurt hij strak met die wagen. En ook die man die net eigenlijk een beetje onvertuinlijk was met 964. Ook zo'n man die heel mooi meereed in die eerste groep al. En toen zei ik het al, let u eens een beetje op die Seats. En toen kwam hij net
daarna lag hij in de slot. Als jongen, u ziet het ook, zo rijdt hij, want het lijkt wel of hij enorm dronken is. Maar ik kan u rustig vertellen dat het heel moeilijk is om die wagen op de baan te houden. En dan gaan we de tweede groep krijgen. En u ziet zo standaard is het dat het blijft allemaal keurig rollen. Alleen ziet daar een heel hoekje stilstaan. De Citroën en de Ford. Maar de Capri, zelfs op een lege voorband doet hij het nog. Dus het moet goed gaan. Maar daar gaan de jongens van de Waard en ook de andere tractor. Denk ik wel dat hij met de nodige activiteiten. Even deze jongens. Kees zat vroeger altijd in een special met de steun door iemand uit Lelystad. Ook al zo'n oude rot in het park. Maar Kees is weer in een standaardwagen gekropen. Hij zegt, vandaag met die 25e jubileum wil ik hier toch wel weer meerijden in Biddinghuizen. En hij rijdt hier met nummer 35. Kees van de Kraaikamp. Heel leuk. Ja, die man uit Lelystad bedoel ik dan Herman Mossing mee natuurlijk, hè. De man die ook zo gespecialiseerd is in het kietelen van motoren. En zo lopen de rollenbaan met die oud-gediende hier op de baan. Maar we zien het, een hoop kadetjes, een hoop golfjes. En dit is natuurlijk betaalbaar crossen, hè. En je vertelt dat je hem daarna weer terugbrengt, dan hoeft hij ook niet te veel te kosten. En dan een goed buizenpremering. En dan kun je eigenlijk al beginnen. Eén stoel, de rest alles wat brandbaar is, wordt eruit gehaald. Je wordt er gereden. Met 801 met zijn. Normaal als je in de standaard auto zit, die kunt bevatten. Als je de keten erin doet.